Twee. Ja, twee enorme blunders bij de NPO. Ja, ten eerste namen ze niet eens de moeite om even aan die mensen van Op1 te vertellen. Hé, het programma wordt gecanceld. Die kunnen ze niet eens opbrengen. Dat laten ze gewoon uitlekken in een krant. Dat is dan niet te geloven. Tja, die mensen die elke dag bezig met het programma, die moeten even lezen dat het niet meer doorgaat. Nou, dat was dus blunder 1. Maar blunder 2, dat is nog eigenlijk veel erger, vrienden. Want daar krijgen wij allemaal mee te maken. Met de Galit en de Sophie. Heb je dat gelezen? Ja. Het is gelukkig nog eventjes weg. En het is pas in september volgend jaar. Maar dan krijgen we het toch voor onze kiezen. Ja. Want Op1, dat verdwijnt dus helemaal weg. En op die plek, daar s'avonds laat, op NPO 1, kan je je voorstellen, komen die Galit en die Sophie. Waarvan wij allemaal dachten, want Jinek die kwam eraan. Dus wij dachten, nou, dan zijn we dan eindelijk van verlost van de Galit en die vreselijk irritante Sophie. Nee, hoe kan dat nou? Welke halve... Waarom is er niet iemand bij de NPO die dan zegt... Nee, jongens, Galit en Sophie, dat gaan we niet doen. Nee, jongens, dat kan echt niet. Niemand, nee hoor, we zetten, dan krijgen we dus, elke avond krijgen we die deugneuzen tv. Dat is wat we krijgen, vrienden, dat woke gebeuren, dat krijg je een dag in dag uit. Krijgen we van, kijk maar eens, politiek correct iets zeggen, zeker bij die Sophie, die er dan ook zo bij kan kijken, weet je wel. Dus zo'n meisje die komt van, try before you die, weet je dat nog? Dat programma, dan gingen ze aan de noodrem hangen. Ha, vonden ze dan ook zo leuk in de trein. Ja, toen ik 12 was, vond ik dat al puberaal. Maar en zo'n meisje, die moet het dan gaan doen voor ons dan s'avonds. Ja, en dan kijkt ze er ook zo bij van, zien jullie wel dat ik politiek correct iets heb gezegd? Ja, dat hebben we gezien, Sophie. Ja, heel erg politiek correct. Nou, die ergernis, vrienden. Dat, nou, is er nou niet iemand bij de NPO die dit kan voorkomen?